Karl is afkomstig van de koninklijke familie van het Duitse koninkrijk Karlsburg. Karlsburg is een klein, niet erg welvarend, maar toch wel heel trots koninkrijkje. Trots op zijn geschiedenis en op zijn tradities. En de grootvader van Karl is de koning van Karlsburg. Karl wordt heel streng opgevoed. Staat opgeleid om in de Duitse traditie militair te worden. En als de leeftijd komt dat hij een vrouw moet gaan zoeken, dan wordt er een prinses voor hem gevonden. En die walgt van hem. Die vindt hem een vreselijk opgeprikte, stijve, formele man. Dus dat is een probleem. Want als ze bij een Karlsburg nou nog erg rijk zouden zijn, dan valt daar meestal wel een mouw aan te passen in die kringen. Maar dat zijn ze niet. Ze hebben alleen maar een prachtige afkomst en een rijke historie. Dus Karls mentoren die besluiten om hem naar de universiteit in Heidelberg te sturen. Om daar een wat minder formele en wat lossere houding te kunnen aanleren. En daar aangekomen, daar wordt hij meegesleurd in het studentenleven. En hij wordt helemaal maatjes met de vrienden. En hij wordt verliefd op de mooie Kati. Prachtige kelnerin in de lokale biergarten. En ze kan ook nog schitterend zingen. Maar dan overlijdt zijn grootvader. En de plicht roept en Karl moet terugkeren naar Karlsburg om daar de plaats in te nemen van zijn grootvader als koning in de traditie van zijn voorouders en te trouwen met de prinses waarvan hij niet houdt. Dat is in kort bestek het verhaal van de film The Student Prince uit 1954. Ik wist dit ook allemaal niet, ik ken alleen de titel van het stuk, dat ga ik zo verklaren. Want in die film zingt de beroemde tenor Mario Lanza op de begrafenis van de oude koning het lied I'll Walk With God. Dat gaan we nu spelen. In een prachtige melodie en een bewerking van Gough Richards. Thank you.
Jubilee, een echte Engelse hymn, dateert uit 1872. Maar de tekst, die is heel erg oud. Die dateert zo ongeveer van 1000 jaar voor Christus. Want dat is namelijk de tekst van Psalm 23, geschreven door koning David. Ik denk niet dat hij zichzelf zo genummerd heeft, maar in ieder geval, wij noemen hem nu inmiddels Psalm 23. En de tekst is overbekend. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden en hij voert mij zachtjes naar zeer stille wateren. Wij spelen deze melodie in een bewerking van Peter Graham, een hele bekende brassband componist. Maar die heeft er nog iets aan toegevoegd. Want de brassband kenners onder u, en dat zijn er als ik zo rondkijk toch wel een paar, die zullen misschien horen dat op een paar plaatsen in deze melodie een referentie plaatsvindt aan de misschien wel allerberoemdste brassbandcompositie aller tijden, Recircle van Eric. Luistert u naar Crimp. Thank you.
jonge man verhuisde Emil Söderström, dat was een Zweedse heilsoldaat, van Zweden naar Los Angeles. En hij ging daar werken bij NBC Radio Network als arrangeur. Dat was een begaafde jonge componist. En in die tijd werd er elke avond live een avondconcert uitgevoerd, maar steeds weer met een wisselend ensemble, steeds weer een andere samenstelling. En Emil die moest zorgen dat voor al die concerten de arrangementen werden geschreven. Het probleem was, hij wist 's ochtends nog niet wie er 's avonds zou spelen. En dan sta je als arrangeur toch voor een klus, want je moet zorgen dat het elke avond foutloos opgeschreven staat. En dat kon hij dus. En hij arrangeerde on the spot, gedurende 20 jaar, naar schatting 100.000 pagina's bladmuziek. Ik vraag mezelf af of Mozart dat gehaald heeft. U begrijpt, het leger des Heils was enorm trots op hun muzikale ster in Hollywood. Totdat ze erachter kwamen dat hij, met dat hij naar Amerika was verhuisd, ook de, laten we zeggen, whisky had ontdekt. En dat werd in het leger des Heils niet zo gewaardeerd. Dus vanaf dat moment hebben ze nooit meer wat van hem gepubliceerd. In het leger des Heils althans. Maar deze mars die we nu gaan spelen, Fighting for the Lord, die heb ik cadeau gekregen. Dankjewel nog. Die is uiteraard door het leger des Heils gepubliceerd van voor die tijd. En je mag ook wel zeggen, het is een tijd ver vooruit. Fighting for the Lord.
kwam bij de dokter en die had last van jicht. Het schijnt heel erg pijnlijk te zijn. Maar het schijnt een kwaal te zijn die voorkomt bij mensen met een beetje, laten we zeggen, bourgondische levensstijl. Veel rode wijn, veel rood vlees, dat soort dingen. En de dokter die onderzocht hem en die zei, meneer, u moet dus het is een beetje kalmer aan gaan doen. Een beetje kalmer aan met wijn bij komt gezang. En toen zei hij, dank u wel dokter, en hij zegt dus een koordlidmaatschap op. Wein, Weib und Gesang, dat is een compositie van Johann Strauss. En we hadden dit eigenlijk als nieuwjaarsconcert moeten willen doen, dus ja, een beetje Strauss moet er wel bij. Maar als je nou Wein, Weib und Gesang neemt en je mengt dat met een flinke scheut Wiener Blut, en je doet er nog een vleugje gemalen artiestenleven bij, en wat ijs uit de Schöne Blaue Donau, dan heb je, als je het even schudt, niet te lang, een heerlijke Strauss-cocktail. Bij het leger. Hij vocht met succes tegen Napoleon in de Volkerenslag bij Leipzig. En hij trok met de legers mee naar Parijs. Hij nam Parijs in en hij bemiddelde tussen de Oostenrijkse keizer en de Russische tsaar bij het Wiener Congres in 1814. Hij trouwde, hij kreeg 8 kinderen. Dus hij lag niet stil, zullen we maar zeggen. Hij trok opnieuw ten strijde, dit keer tegen Italiaanse rebellen. En oogsten niettemin, ondanks dat hij Milaan en Venetië wist te veroveren voor de Oostenrijkers,
de bewondering van de Italiaanse rebellen. Verdi en Rossini hebben muziekstukken aan hem opgedragen. En toen hij nog steeds actief, op 91-jarige leeftijd, overleed aan de gevolgen van een ongeluk, had hij een militaire carrière achter de rug van meer dan 70 jaar. Er staan standbeelden van hem in Praag, Wenen, Budapest. Maar het allergrootste eerbetoon, waar wij hem allemaal van kennen, niemand uitgezonderd, dat is de mars die Johann Strauss schreef. De Radetzky-mars! Oh.